need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Won't you please, please help me. Help me, help me. Nog maar een paar dagen geleden zag de tuin van de familie van der Wielen in Grubbevorst er nog perfect uit. Maar in het kader van de verbouwing voor Babette nemen de vrienden ook de tuin volledig op de schop. De grote coniferen moeten het veld ruimen, het tuinhuisje is weg, de trampoline is verdwenen en er is hard gewerkt om een nieuwe tuinafscheiding op poten te zetten. Waarbij de bouwers een onverwacht stukje tegenstand kregen. Lekker of nee? Ja, mooi is dat. Verdering in de grond. Maar het klusje wordt geklaard, de tuinafscheiding staat en regelneef Theo Colin weet precies hoe de tuin eruit komt te zien. Nou, hier kun je mijn tuinhoes terug, van 4x4, met een luifel eraan. Daar kun je mijn waterpartier terug, Gans. Daar kun je nog een terrasje in de hoop om een lunchpad op te zetten. Hier kun je dan een gedeelte gras, zo, Gans. Nou, en dit wordt dan Gans opnieuw bestrooid. Hier kun je een grote luifel aan, 3 meter diep. En dan heb je dit allemaal bestrooid, opnieuw tuinmeubels. Barbecue. En daar gaan we dan hoog in nog een stuk naar de poort toe. Dan vliegen we hier nog een paard naar de tuinhuisje en zo in de paard naar het terras toe. Ja, en dan netjes aankleimen planten allemaal. Dus ja, dat ziet er even 3 dagen heel anders uit. En ook binnen zal het heel anders zijn. Morgen kijken we naar de stand van zaken, onder meer de garage. Die wordt ingericht als slaapkamer en badkamer voor Babette. Dat morgen in De Vrienden van Babette.